weer. Dit is eigenlijk een vreemd dorp. Niet dat er geen gewone mensen wonen, maar van één ding hebben ze hier in Lagerwiede zo heel erg veel. Water. Er is zoveel water in dit dorp, dat er geen plaats meer is voor straten. Voor eenvoudige straten. Waar deze bakker bijvoorbeeld zou kunnen rijden. En waar die boer daar ginds zijn hooi met paard en wagen zou kunnen binnenhalen. Niet meer dan een smal pad is op overgeschoten. En daar zul je geen stoplichten op vinden. Ze zouden trouwens geen brede weg willen. Want daar zou er ook niks vreemds meer aan zijn. En dan zouden er ook geen vreemdelingen komen. En toeristen lopen misschien wel een beetje in de weg. Maar wie zou ze willen missen? Geursen niet. En zijn concurrent Krijnse ook niet. Ze zijn druk, och ja, dat is een eigenschap van toeristen. Maar er is hier nog stilte. En vooral als ze weg zijn s'avonds. Dan is er alleen nog maar het water. Dan zijn we onder elkaar. De mensen van het dorp. En ik. Ik hoor er eigenlijk ook een beetje bij. Wel op een afstandje, maar over het water hoor je de dingen goed. Hoor. Fanfare repeteert weer. Moet ik eens even naartoe? Dat hoort toch zo? Dat doe ik ook als we getrouwd zijn. Als je me nou niet gewoon los laat, dan loop ik weg hoor. Nou, loop dan eens weg. Hey, dag meneer Altena. Bent u weer terug? Nou en of. En hoe is het met jullie? Kijkt u maar, dit wordt ons huis. Ach, dus jullie gaan trouwen. Mooi zo. En meteen al een huis? Ja, we kunnen hem huren van Krijns. Wat een nieuws allemaal. Is het dan weer helemaal in orde tussen Krijns en je vader? Ja, dat gaat wel. En ik woon hier bij Krijns in. Dat scheelt ook. Hé, zeg, heb jij dienst? Eigenlijk wel, burgemeester. Goedenavond. Ach, meneer Altena. Hij vervelend dat hij ons nog net zag, hè. De uniform ook altijd. Voorstellen, meneer Altena, componist, vaste gast van Lagerwiede, in de Zwaansteek van gedeputeerde staat. Ja. Dat is vast iemand van de subsidie voor de fanfare. Daar gaat de burgemeester wel over. Oh, dan ga ik ze thuis even waarschuwen. Ga jij je gewoon verkleden? Nou, ze hebben de laatste tijd serieus gedeputeerd, hoor. Ja, ja. Nou, ik geloof dat ze die subsidie best verdienen. Niet waar, burgemeester? Ja. Meneer Zwaansteek zal het zelf wel horen. Zo, nou. Dank u. Dit het stuk van het concours? Ja, deze keer zult u ons de beker moeten uitreiken. Let u maar op. En met die twee concurrenten is nou ook een heleboel in orde, hè? Met wie? Geursen en Krijns. Die hadden toch alles ruzie? Geursen en Krijns? Nee, daar is geen sprake meer van. Dat loopt allemaal prachtig. Ha ha!
domme paardenbek van je. Dat geen ik van jou, dat hangt maar lang de keel uit. Dat hoef ik van jou niet te nemen. Begrijp je dat? Koeienkop. Die bedoel ik nou eigenlijk. Is het afgelopen? Ja, het schijnt dat ze wat vroeger op willen houden vanavond. Zullen we dan maar? Nou, dan moeten we die subsidie nog maar rustig laten. Waarom doe je dat nou toch weer zo? Het is heel een moeilijke passage voor een hoer. Ja, nou, dan gaat hij er maar eens goed op oefenen, hoor. En wat jij, Groening, hé, bij die mooie zuster van hem. Moet je nog uit vanavond dat je je zo opknapt? Ja, als je het goed vindt. Zorg er maar dat je niet te laat komt, hoor. Zo? Is de repetitieel afgelopen? Ja. Dankzij die fijne schoonvader van jou. Kan wel weten dat het moeilijk is. Maar als hij verkeerd blaast, dan moet ik lachen. Daar kan niks aan doen. Het is toch niet netjes om een concurrent uit te lachen. Een concurrent? Kleinste concurrent? Die kan mij niks maken met die watertent van hem. Moet je nou weer weg? Zeker naar het agentje van je, hè? Ja, we hebben afgesproken. Zou je er nou wel mee doorgaan? Waarom niet? We houden toch van elkaar? Ja. Ja, maar ik dacht zo... Jij kunt er wel iets beters krijgen dan. Zo'n politieagent. Voor mij is hij douwe. En politieagent kan nog best eens wat meer worden. Maar geen caféhouder. Maar ik wil helemaal geen ander. Dat weet je best. Dag. Gisteren weer een mooie grap geleverd met die fanfare. Nou is mijn zwaarstek speciaal hier gekomen om die subsidie te regelen. En het enige wat hij gehoord heeft is ruzie. Moet dat nou? Ik kon er echt niks aan doen, burgemeester. U weet toch hoe ze zijn? Goed, ik weet wel hoe ze zijn, maar het is jouw werk om ze onder de duim te houden. Als jij me een fanfare laat horen die de eerste prijs wint, ben ik al lang tevreden. Ik zal vanavond wel een oogje in het zeil houden op de repetitie. Ja, doe dat maar. Maar dan heb je dienst. Als je begrijpt wat ik bedoel. Schiet je al een beetje op met je boot? Het gaat. Haalt je al zeker niet dat je er zo vaak aan werkt, hm? Morgen haalt je. Je morst. Anders nog iets? Nee hoor. Dag. Kijk, kijk, daar hebben we onze bruid. Je hebt het voor elkaar, hè? Nou, het is een fijne vent hoor. Wat waar is, is waar. Ik ken mijn douwe wel zo'n beetje. Zij zal hem niet kennen. Wat zal het zijn, kind? Pondbruine bonen. Pondbruine bonen. Pondbruine bonen. Als er iemand voor je op moet passen. Je had beter in Amsterdam kunnen blijven. Je moet niet altijd zo over Lies zeuren. Nou, ze schijnt er anders heel wat van je te weten. Ik ken mijn douwe wel zo'n beetje. Pff. Je doet er slecht na. Ja, jij bent het echte gewend, hè? Ik ben echt gewend. Ik ben niet zo kinderachtig. Laten we nou eens over wat anders praten. Stil, pa. Moet jij vanavond de fanfare bewaken? Daar komt ervan als jullie als kleine kinderen gedragen. Ik zal jou zo vertellen.
Wil je er even aan denken? Ik heb dienst. Ik mag niks terug doen. En nu, heren, ernstig vanavond. We beginnen bij B. 1, 2, 3. Die solo, u moet in de maat blijven. Komt nog iets. Valentijn, dan was ik net zo benieuwd naar Krijns' solo. Je maakt die man helemaal zenuwachtig als je steeds aftikt. Kom, dan beginnen we weer met het liedje. Ja, waarom niet? Jij bent begonnen. Het was ook zo mooi. Gaat het moeten zien? Gaat het lopen eindelijk een keer goed? En zal hij verder gaan? Oh, ik mag er niet om lachen, hè? Nee, ik vind het gemeen. Als je weet, Krijns doet altijd zo zijn best. En jij lacht hem alleen maar uit. Ik doe, ga er naartoe. En maak het nou weer goed. Doe het dan voor mij. Nee. Vooruit. Maar dan alleen voor jou. En wat moet ik dan zeggen? Krijns. Jongen. Thomas. Ik zal niet meer lachen. Een miserabel ogenblik uitgekozen om een paar dagen met meneer Zwanendijk te gaan vissen. Ik hoorde dat het gisteren weer mis was, hè? Oh, maar u hoeft zich geen zorgen te maken, de burgemeester. Huh? Ik heb de hele zaak geregeld. Geurster gaat zijn excuses aanbieden. Oh, dat is mooi. Keurig. Dat is een pak van mijn hart. Maar blijf de boel een beetje in de gaten houden, hè? Nou, Clara. Nou gaan we jou eens een ander stuk land brengen, hè? En dan gaan we onderweg even bij Krijns aan. Weet je wat, Mike? Nou, Tukke, ga eraf. Henk! Ja! Dan maak voort, ze komen eraan.
wou je even hebben over ik die... Ik heb nog geen tijd. Dames, willen we allemaal even luisteren? Nu wij op dit heerlijke terrasje zo rustig aan het water zitten, mogen wij op deze dag van gezelligheid toch ook wel even aan ons werk denken. Aan het dier en aan de functie van het dier. Vooral op het platteland. Ach, die ziel. Ik zei vooral aan de functie van het dier op het platteland. Want we weten allemaal hoe noodzakelijk het is, dames, dat de mens die in zo'n menig opzicht profiteert van het dier, dit dier ook zijn volle liefde terugschrijft. Hoor je? Ga zij! Dames, rustig blijven, rustig blijven. Dames toch, rustig blijven. Hou vast! Misdadiger. Lelijke misdadiger dat je bent. Waar is de rust? De schot. Ik krijg je terug. En ik zeker zijn dochter mijn boot ook nog geven. Tje. Ik zal hem leren. Missen van varen erbij. We zullen hem wel eens wat anders laten zien. Nou is het genoeg, hè? Nou hebben we genoeg gehad. Vanavond geen repetitie, Valentijn. Krijg ze met een paar van zo'n kanuiten wat uit te broeien. Is er wat gebeurd? Wat gebeurd? Dat rotthondje van Krijns heeft mij Clara op de zenuwen gewerkt. Dat zou er nou precies op passen. Precies. Nou, heb je gehoord hoe dat vark niet hier heeft thuisgehouden? Het was toch een koe, niet? Het heeft zeker nogal wat rommel gegeven, hè? Rommel, ja. En 30 klanten kwijt. Moet ik ze hem krijgen, net zo van varen erbij. Ik heb er met de dirigent al over gehad. Vanavond hou ik je vergadering. En dan moet jij ook maar komen. Ik hoor dat Krijns hier geweest is. Nou, vertel op. Hebben je zeker overgehaald, hè? Ja. Nou, dat lig ik jou zo vertellen. Jij bent de dirigent van Kunst en Vriendschap. En daar blijf je. Bij mij. In mijn lokaal. En anders zit jij hier ook niet lang weer. Zet maar eens op. Dus je weet het, vanavond bij mij. Tien? Oh ja. Dank je. Dan weet ik niet hoe het gaat daar, op die twee vergaderingen. Nou, als jij er maar weg blijft. Met een winkel kun je niet met ruzie bemoeien. Kom je zo binnen? Ja, kom. Als je zo graag wil, dan probeer die maar met die paar man. Hoeveel zijn het er helemaal? 12. Dan kun je mee beginnen. Dan zullen we eens laten zien wie er van lagen wie er naar concours gaat. Ja.
Daarom kunnen zij toch nooit naar de concours gaan. De vereniging, dat is de vereniging. En dat zijn wij. En wie eruit loopt, die heeft zijn rechten verspeeld. Wij staan in ons recht. Ja. En als wij doorzetten, dan gaan de anderen ook door de knieën. Dan gaat het er nog om wat we spelen. Het oude stuk, dat kan niet meer. Er zal niet meer muziek moeten komen. Ik heb het. Morgen ga ik naar die componist, meneer Altena. Die kan ik vragen. En die Altena, die schudt er gewoon uit zijn mouw. Met een week hebben we die muziek. En Kreins, die komt helemaal een stap verder. Die heeft niet eens een dirigent. Ah, wacht eens. Ik ken een dirigentje in Amsterdam. Eduard of Salm of zoiets. Ik zal hem over jullie schrijven. Als ik het hem vraag, moet je eens kijken. Meneer Altena doet het. Volgende week hebben we muziek. Mars. Ja, een beetje wrijving, zou ik maar zeggen. Ja, ja. En het stuk wat we speelden, dat beviel ook niet best. Zo. Ja. Beetje wrijving, zeg je, hè? Ja. Ja, dus je wou een stuk muziek? Jawel. Toch niet voor alle 25, hè? Nee. Nou, maar toch wel voor 15 man minstens. Ja, dat is nog voor concours, hè? Ja. Tja, zal ik je dan zo'n goede raad geven? Neem een mooi, plechtig stuk. Dat slaat in. Ja, als u dat zo zegt, dan zal het wel zo zijn. Dan was welke dag, hè? Vertel eerst maar eens wat voor instrumenten jullie allemaal hebben. Nou, dat is dan ik met de bombardon. Ik weet precies hoe het gaat. Straks moeten Douw en ik eronder lijden. Dan krijgen wij gewoon schuit niet. Jullie ook altijd met de ruzie. Jullie? Hij wil een eigen van varen. Hij wil met zijn harde kop de boel kapot maken. Ach. Krijntje is echt de kwaadste niet. Ik geloof nooit dat hij gemene dingen zou doen. Niet heeft een zin. Hij wou ruzie? Nou, hij heeft ruzie. Moest opletten. Liesje. Die heeft ons een dirigent bezorgd, daar zal het hele dorp voor opkijken. Is dat nou een pick-up of een bandrecorder? Nee, dat is een bandrecorder. Ik gebruik hem voor mijn muziek. Ach, zo. Bent u de muziek? Dirigent. Ach, zo. Dat is een mooi vak. Ik ben zelf een groot liefhebber van muziek. Ik ga naar een nieuwe aanstelling. Bij een fanfarekorps. Oh, dat is leuk. Waar, als ik vragen mag? In Lagere Wiede. Oh. In Lagere Wiede? Ja, Lagere Wiede. Of zijn we er al voorbij? Nee. Oh.
Is hier naast het repetitielokaal? Ja, van de fanfare. Mag ik vast even kijken? Ja, voor mij wel. Wie is hij van? Wat moet hij hier? Ik weet het niet. Ewout Schalm, ik ben de nieuwe dirigent. En u bent natuurlijk meneer Krijns. Krijns? Krijns. Krijns? Krijns, ja. Zo. Dus jij moet bij Krijns zijn? Ja, van de fanfare. Van Varen. Van Varen, ja. Bij Krijns. Bij Krijns. Aardige zaak heeft u hier. Oh, kijk nou eens. Wel verroest. Gelukkig. Hey, dom hoor, je bent verkeerd. Kom gauw mee. Dat is hem, vast en zeker. Krijns! Of je bij de burgemeester komt. Bij de burgemeester, kom. Waarom? Dat zal je wel horen. Kom. Dat komt er dus op neer dat jij uitmaakt wie er meegaat naar het concours, hè? Ik dacht dat ik nog altijd voorzitter was. Jullie bent gek. Wat dacht je? Dat Geurze dan maar kalm thuis blijft? Die wil er ook een paar elementen uit hebben. En dan de gemeente straks zeker met twee fanfaren zitten, hè? Nee, daar geef ik mijn subsidie niet voor. Ik zal je wat anders vertellen. Die subsidie... Die is alleen voor de meerderheid. Als je daar maar rekening mee houdt. Slaat meneer Krijns uit. En kijk of Geurse er is. Dat is de enige oplossing. Meerderheid. Als ze dat horen, dan houden ze gewoon op. Mis je Amsterdam niet, hè? Ja, natuurlijk. Maar jij bent er nou toch. Nee, maar ik kan Thomas niet alleen laten. Hij heeft het veel te druk. Smeek is 11. Henk is 12. De kruidenier. Koendering moet ik hebben, dan heb ik de meerderheid. Koendering. Wat moet jij met Koendering? Ik heb hier wat verf voor je boot. Het is goeie. Nou, daar ben ik reuze blij mee. Dat is aardig, zeg. Dankjewel. Ja, dan wou ik je vragen of je niet bij ons kan komen spelen. Dan zeg je zo wat. Ah, precies de goede kleur. Wil je komen spelen? Ja, dat is natuurlijk... Hallo, ja. Geurzen hier. Oh ja, Geurzen. Wil je bestelling natuurlijk? Ja, natuurlijk. Ik bord laat pakken. Geurzen. Ja.
Ja, natuurlijk. Heb je veel weten in huis? Ja, dat heb ik wel. Geef mij maar 200. Hoeveel? Hoeveel zeg je? 200. 200? Of heb je er niet zoveel? Ja, natuurlijk. Ja, geuze, dat gaat best. Heb je worst in brief? Ja, die zijn er ook. Heb je 100 brief? Nee. Zoveel heb ik er niet. Een stuk of 80. Ja, dat zou wel gaan. Ja, goed, dat staat genoteerd hoor. Ja, hè? Je loopt niet over, hè? Nee. Je blijft bij mij. Allee. Goed zo. Dag hoor. Ik voor die ene koendering zeker opbieden tegen Geuze. De roodgalm. Zo, we hebben de nieuwe muziek. Dan moeten we maar gaan beginnen. Meneer Schalm die heeft zo'n ding dat de muziek erop zet. Dan kan je eigen fouten horen. Dan schieten we beter op. Dan zullen wij de burgemeester wel eens laten horen. Wie er het beste blaast. Kijk nou eens. Daar is Koendering. Zit hij daar of zit hij er niet? Ja. Nou dan. En jij was het bij dat de burgemeester zei dat het om de meerderheid ging. Of ben je dat vergeten? Nee. Juist. Hier zitten 13 muzikanten. Dat is de meerderheid. Mm-hmm. Hier zit dus de fanfare van Lagere Wiener. En hier hoort het eigendom van de vereniging. Het vaandel en de instrumenten. Ik zal er met de burgemeester over praten. Dat Krijnse instrumenten en falen vanavond inlevert. Hij denkt dat hij dan wel met hangende pootjes terug zal komen. Oh, maar dan kent die Krijns niet, dat doet hij nooit. Tja, en dan moet ik er vanavond naartoe om te zorgen dat het gebeurt. Dan weet ik precies hoe het afloopt. Dan heb jij het natuurlijk allemaal gedaan. En dan kunnen we die woonschat helemaal wel vergeten. Dat komen we niet onderuit. Vertel maar, de burgemeester wil daar de instrumenten en alles vanavond komt inleveren. Nooit. Ja, want Zoran van de vereniging heeft hij gezegd. En hij wil dat Douwe erachterheen gaat. En Douwe die doet dat dan maar netjes, hè? Nou, de burgemeester wil het toch? Ik heb je nou te gewaarschuwd. Ik had het ook niet kunnen vertellen. Zo, nou de grote trom nog, dan zijn we er. Alles gaat als mee. Krijgen doen ze nooit.
Ik niet. Jij? Geen repetitie vanavond? Nee. Vanavond maar eens niet. Zoek je wat? Eigenlijk wel, ja. Je instrumenten en je vaandel. De burgemeester wil dat je ze vanavond inlevert in het repetitielokaal. Waar heb je ze? Laat ik ze nou toevallig niet hebben. We hebben wel een goede hulp van Geus, hè? Zou je eigenlijk niet liever bij hem in de kost gaan? Kan ik er wat aan doen? Ik word ook maar gestuurd. Zeg, als je naar Noos gestuurd wordt, waarschuw dan even. Dat ze bij Smeek zijn. We zullen wel zien. Zeg, moet eens kijken. Ik geloof dat we aan de weg rijden. Waar hebben jullie ze? Waar rijden we? Nou, kom nou. De instrumenten natuurlijk. En het vaandel? Oh, de instrumenten. Maar die moest Krijns daarheen leveren. Ja, ga gerust binnen zoeken hoor. Doe dan, ga dan kijken. Ze zijn er toevallig toch niet. Hoi. Hoe is het gegaan vanavond? Rottig. Nou is iedereen kwaad. Krijns ook? Is hij zijn instrumenten dan kwijt? Niks hoor. Het was alsof hij de lucht van had. Hij heeft ze allemaal netjes laten onderduiken. Zeeuwens en omhoog. Voor over 4 in mei. Goed zo. Diep doorbuigen en trek omhoog. Strekken het lichaam nog een beetje. Zeg meneer Krijns, weten we dat er nog maar 5 dagen van het concours af zitten? En of ik het weet. Maar het klinkt toch al heel aardig, hè? Nou, er moet anders nog degelijk gerepeteerd worden. En daar hebben we een goed lokaal voor nodig. Laat daar maar aan Krijns over. Er is al voor gezorgd.
Oh. Staan de jongens bij het hek? Ja, dat is in orde. Is Henk al terug? Ja, hier. Is dat voor elkaar? Ja, Olinde zit erbij. Zo, zijn we klaar, heren? Toch niet de baas. Nou, heren, zullen we het nog eens proberen? Gebeurt er niks. Pas maar op. Als Geus naar achteraan gaat, dan gebeurt er wel wat. Laat mij maar eerst. Mooi duidelijk, hè? De fanfare, hè? Kom je ook luisteren? Kijk, daar heb je ze. Waar? Daar. Stoppen! Ze komen eraan. Kom, vlug! Jij moet niet kletsen. Ik heb jullie door, hoor. Daar zitten ze. Wie? Wie? Dacht je dat ze niet hebben horen spelen? Heb jij ze horen spelen? Spelen? We laten ons niet meer voor de gek houden. Blijf maar hier. Ik ga. En de ander sloot de trommel. Oh. Toen kwam opeens een jagerman en die heeft er in geschoten. En dat heeft naar men denken kan veranderen. Daar zul je spijt van hebben, snotneus. Je komt er bij mij niet meer in. Alsjeblieft. Het vaandel alleen heb ik niks aan. Ik moet de instrumenten hebben. Die zijn er toevallig toch lekker niet. Nou, zoek ze zelf maar op. Ja.
Ja, Herman. Vieren maar. Zo. Goed geslapen? Zo. Als Lies er niet was, Thomas kan mij vertellen hoe laat het is. Hier, ik heb thee ook voor je meegenomen. Dankjewel. Nou, eet maar lekker. Daar. Ik kan er lang en breed over praten, maar er is maar één oplossing. De meerderheid. Precies, de kruidenier. Tuurlijk. Hoe krijgen we Koendering? Ik kan toch niet omkopen? Dat weet je. Het hangt er maar vanaf waarmee. Kom je toch bij ons spelen, Tja, Thomas, ziet anders wel mooi, hè? Wat is dat? Wat moet het lelijke ding in mijn winkel? Zit je weer wat uit te broeien? Die krijg je van Thomas voor de boot. Niks voor die boot. Je mengt je niet in die ruzie. Ik wil dat lelijke ding niet hebben. En jij wil spelen waar je nou speelt. We drinken ons biertje op. En dan gaan we er zelf achteraan. Als de politie niemands genoeg is, dan zullen we het zelf opknappen. Ja, we komen alles uit. Overal waar ze geweest zijn. De stal, Smeek. En als ze daar niet zijn. Dan gaan we er nog verder op af. Ja, hey. Dat doen we. Zo. U hebt een mooie avond uitgezocht. Net wat ik nodig heb. Rust, vrede. Kalm gaan zitten vissen. Heerlijk. Nou, goede vangst dan. En niet meer aan die ruzies denken. Lossen zich vanzelf al op. U denkt er licht over. Waar moeten we nou weer naartoe? Over het bieden. Daar kunnen ze ons niet vinden. Oh ja. Je hebt je er lelijk in gewerkt. Heb ik me erin gewerkt? Moet je daar weer slapen? Ik denk dat ik maar weg ga. Hoe weg? Nou, helemaal. Dorp uit. Ach. Daar heb je ze. Daar. Waar dan? Daar. Daar zitten ze. In de bootjes. Verroest. Daar heb je ze. Vooruit!
ze hebben ons gezien. Naar het riet. Koppen dicht houden, alleen kwaken. Kwaken. Ga zitten, lukken. Daar is Sarge nog. Ja, achter het riet. Daar. Ja, daar zijn ze. Kwaak. Kwaak. Kunnen die weg? Zit hem vast. Wie kan dat nou gedaan hebben? Als ik die vent in mijn vingers krijg, dan draai ik hem zijn nek om. Ben je daar, Thomas? Hebben jullie gisteravond nog een beetje kunnen repeteren? Bemoei je niet mee. Je zou Koenring eigenlijk moeten hebben. Wil je Koenring niet hebben? Ik zei dat je er niet mee moest bemoeien. Nou, dan krijg je Koenring niet. Dacht je dat je alles kon? Nou, ja of nee? Van mij mag je het proberen. Neem je Douwe dan in huis terug? Mij best. Oh. Morgen, burgemeester. Wat heeft dat te betekenen? Neemt u me niet kwalijk, burgemeester. Ik heb geen huis meer. Voelt u zich wel goed? Ik voel me... Uitstekend. En dat zullen ze merken. Laat ze allebei hier komen. Keurse en Krijns. Zal ik u even helpen? Oh ja, graag. Ben je prettig hier? Oh, dat gaat wel.
niet gezellig bij Krijns? En Lies? Lies? Oh, die heeft het veel te druk met douwen. Maar ja, dat moeten die twee zelf weten. Als ik mijn weg kon. Nou, en ik bleef natuurlijk die stok me vasthouden. En toen ging ik heel langzaam tot hier het water in. Nee hoor, niks voor mij. Tot ziens maar. Wat moest die met je? Die moest mij komen vertellen hoe druk jij het hebt met Lies. Ik met Lies? Jij lijkt je om op klaarlicht achter die vent om je hals vliegen. Ik heb er genoeg van. Van jullie allemaal. Ik zal je vader alleen nog zeggen dat hij bij de burgemeester moet komen. Dan is het afgelopen. Dan hebben ze hem voor het laatst gezien hier, dat stomme geheugen. Harry Jacob. Oh, dag, Lies. Zeg, heb je dat gehoord? Wat gehoord? Al die melk van Hendrik hoort in de gracht. De hele gracht is wit. Alle water bedorven. Ze weten niet wie het gedaan heeft. Hendrik Oort heeft gezegd, als ik die lafbek in mijn knuisten krijg, dan draai ik hem zijn nek om. Ik geloof dat hij het doet, hoor. Hoe kon je zo stom zijn, Jacob? Ik heb het toevallig gezien. Ik zal het aan niemand vertellen, hoor. Want jij komt vanavond bij Thomas spelen. Niet waar, Jacob? Ja. Het spijt is natuurlijk van gisteravond. Maar nu hebben we het afgesproken van die meerderheid. En daar heb ik me aan gehouden. En u heeft gezegd dat Krijns zijn instrumenten moet brengen. En hij heeft ze nog. Ga zitten. Waarom heb jij je instrumenten niet ingeleverd? Die zijn van ons. Hou je er buiten, Geurs. Hij mag er zich van mij mee bemoeien. Hij wordt die instrumenten, toch? En waarom? Omdat ik de fanfare kunst en vriendschapper tegenwoordig. Jij bent niks. Jij hebt helemaal geen recht van spreken. Waarom zou ik niks zijn? Ik speel. Ik heb een fanfare, net als jij. Jouw fanfare bestaat niet. En waarom niet? Omdat jullie geen meerderheid hebben. Zo. En wie heeft de meerderheid dan wel? Wij natuurlijk. En dan weet jij bliksems goed. Koendering, vertel jij het Geursen even. Bij wie speel jij? Nou, bij jou. Nou, dan moest ik maar gaan, hè. Wacht even, ik ga mee. Oh, dat is anders niet nodig, burgemeester. Ik zal wel bepalen wat nodig is. Vanavond, hè? Breng me maar koffie. En heb je wat te eten? En is de burgemeester ze nou ophaal? Ja, natuurlijk. Dat moet ik zien. Zeg Henk, ga onze instrumenten maar ophalen. Bij Smink. Ja,
Mag weer. Drink me op je gemak. Ik wil even zien wat voor gezicht Geursten trekt. Goedenavond. Goedenavond, burgemeester. Leg hem daar, meneer. Ik heb de punter bij me. Ik kan ze er zo in laten. Ja, ik zal ze nog maar even laten liggen. Ze gaan naar het gemeentehuis. Gusten, nog graag een kop koffie. Koffie. Dat is geen werk, burgemeester. Het is onbehoorlijk om ons instrument te laten weghalen. Ik heb de meerderheid en er is afgesproken... Ja, straks, Krijn, straks kunnen we praten. Je bent een gemene verraaier. Dat is zeker jouw werk, hè? Oh, no, zo wicht. Heb je ze geteld? 24. Wat ontbreekt er dan? Oh, de triangel van Koendering. Oh, die mag je houden. Breng ze nu meteen maar weg. Zo, en willen de heren niet misschien even binnenkomen? Hm? Kom maar. Kom. Nou, mijn heren, daar zijn we dan. Ja, dan staan jullie me allemaal kwaad aan te kijken. Omdat ik je instrumenten heb op laten sluiten. Maar laat ik jullie dan maar meteen vertellen dat ik me daar geen cent van aantrek. Ik ben ook kwaad. Morgen is het concours. En daar had ik me veel van voorgesteld. Dat weten jullie. Wij hadden de beker kunnen winnen. En in plaats van te oefenen, moesten jullie zo nodig ruzie maken. En elkaar in de haren vliegen. Net kleine kinderen. En mij laten verdrinken. En wees nog maar eerlijk. Ze hadden op het concours met z'n allen staan lachen om lagere wieden. Of niet soms? Nee. Nou, daarom. En daarom kan er voor ons dit jaar geen concours zijn. En jullie kennende, heb ik de instrumenten maar zo lang in het gemeentehuis laten opbergen. Morgen, na het concours, dan kunnen jullie ze weer terugkrijgen. En dan halen we een streep door de hele geschiedenis. En dan gaan we repeteren voor het volgend jaar. Met z'n 24e. En Koendering. Dank u wel. Zeg er nog maar drie. Waar is Krijns? Krijns, kom er eens even bij, man. Zijn goed op, hoor. Nou, mannen. Nou, staken we de strijd en jullie geven elkaar netjes een hand. Nou, doe nou. Zo, mooi. En nu, op jullie gezondheid.
Ik heb je er lelijk in gewerkt. Heb jij me erin gewerkt? Douwe zou je bedoelen. Douwe, die krijg ik nog wel. Nou, op de fanfare. Ja, kunst en vriendschap. Met of zonder woonschuit? Oh. Meneer Valentijn, wanneer kunnen we aantekenen? En morgen. Morgen? Goed. Wat doen we, vader? Vindt nou goed. Je hebt het toch al beslist. Dan hebben we morgen toch nog een beetje feest. Ja, ja. Zeg jongens, daar hoort de muziek bij. Zeg Douwe, haal jij nu even de instrumenten op. Morgen hoor, tot zo lang hou ik de sleutel hier. Daar doe ik niet aan mee. Nou, dan niet. Ach, nee. Jullie zijn nou weer goede vrienden. Helemaal geen concurrenten meer. Nou, dan breng ik hem weer terug. Ik vond alleen niet meer een billig dat je ook een kans zou krijgen om erheen te gaan. Wat bedoel je? Wat dacht je nou? Nog een klein kunstje voor Geurs om een sleutel aan Valentijn te vragen? Nou, ik ga naar het concours. Dan moet ik maar in vredesnaam een of andere excuus bedenken voor jullie afwezigheid. Hoe laat was het onze beurt? Tegen tweeën, burgemeester. Zo. Zijn jullie daar? Zullen we het dan maar even hebben? Nou, het duurt nogal, mag ik wel zeggen. Perfect, vader! Grijp hem! Mag ik zien dat je het hebt gegeven? Pak het vader, jongens! Mag ik even door? We hebben haast. Die instrumenten! Krijgen we die instrumenten? Naar het gemeentehuis, vooruit! Als jij nou hier even zou willen tekenen. Nou, smerig hebben we drie aan. Met je sleutel, huil jij maar met die troep van Kijns hoor. Maar mijn dochter kan je nooit. Vooruit, ga mee. Jij ook. Ik ook. Naar het concours. Hey, wacht even!
hebben. Ik wil nog mee. In mijn boot. Schiet op, kind. Doe dan. Niet loslaten, hoor. Hé, hey, vooruit, wacht, 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 vooruit. Rijden. Het is niet goed wat we doen. Douwe kan het niet helpen. Hou je mond. Rij hem uit. Geen spin. Nou, heren. Zeg, wat hoor ik? Wat gebeurt hier allemaal? Nou zijn ze er toch naartoe. Hoe kan dat? Ze hebben mijn sleutel gestolen. Zijn ze allemaal gegaan? De hele bende. Prachtig. Heb jij twee fietsen? Ja. Kom mee. Ja, maar... Kom nou maar. Je gaat hem net ziek geworden. Het is toch niet ernstig? Nee, een flinke griep. Dames en heren, hier volgt de mededeling. De fanfare Kunst en Vriendschap uit Lager Wieden. Zeg wat! Zet het stoppen! Zitten ze de jongens nu? Vredemakker! Kom dan! Beginnen van het dijk! Nou kom, schat! Opschieten, opschieten! Kom, begin! Nou, pak een stoel! Van het dijk! Van het dijk! Hé, stop! Stop! Ogenblikkelijk! Van het dijk, kom dan! Van het dijk, kom terug! Kom terug! Zo, haal ogenblikkelijk die idioten eraf! Klaar? Opgelet. Thank you.
heb je het zelf gezien. Ze meenden het echt niet zo kwaad. Het zag er misschien wel eens hopeloos uit. Maar als je ze nou maar rustig hun gang laat gaan, hè, dan komt het aan het einde allemaal vanzelf weer goed. Thank you.